Hey, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik echt zoiets leuks. Deze video is namelijk in samenwerking met Made. En oh god. Ik heb namelijk met hen afgesproken dat we een leeshoek gaan maken in mijn huis. Dus met een fauteuil, met accessoires. Dus helemaal zin in. Ik ga jullie helemaal meenemen in het proces in deze video. First things first. Shoppen. Okay. Dit is de site van Made. Echt een van mijn favoriete interieurwinkels ever. Ik ben echt heel blij om met hen samen te werken. Oké, okay, we gaan naar fauteuil. Fauteuil. Trendy fauteuil. Even goed zitten, weet je. Oh, oh my god. Wat een zo mooie. Ja, I love this. Zo'n whitewash boekleestoel. Oh. Geweldig. Oh, ook zo mooi. Deze is ook echt cool. Ja, ik zie het al helemaal voor mijn interieur. Ik heb namelijk op de bank zo'n soort kussen. Dit is ook een beetje zo'n boucle. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is wel een beetje de vibe. Deze is crème. Achtig. We gaan nog even verder kijken. Deze vorm. I love. I love it. Zien jullie wat ik zie? Ja. Ik ben verliefd. Ik ben instant verliefd. En ook met die gouden poten. Ik heb al wat gouden elementen in mijn huis, namelijk mijn bijzettafeltje en kaarsje. Kijk dan, hier wil je toch op zitten? Ah, echt perfect. Jongens, ik ga niet eens meer verder zoeken. Dit wordt hem. Dit wordt hem. We gaan voor de koper, fauteuil, witwas, boucle. Ik moet me even voorstellen dat die stoel daar staat. Misschien wat aan een muur. Ik heb zulke hoge muren. Misschien is het heel erg nice om een mooi kader daar op te hangen. Oh, zo leuk deze. I love it. Deze is ook heel nice. Ja, vind ik dit cool? Ik vind dit cool. Echt zo abstract. Er zit zwart in, er zit een soort van beige-achtig in. Ook echt leuk, die vaas. Oké, Ro, keep it together. En ik denk als ik daar zwart doe, dan komt dat weer terug in dit hele grote raamkozijn wat ook helemaal zwart is. I love it. Ik wil deze. Ja, het wordt deze. Oh, dat gaat best wel snel. Ja, ik had het ook wel echt verwacht. Mijn Made heeft echt zulke leuke dingen. Het is echt, echt fantastisch winkel. Deze is ook wel heel cool. Een beetje eng misschien. Nee, vind ik een beetje eng. Wat ik ga doen, ik ga nog eventjes verder shoppen. En dan laat ik dat een beetje als surprise. En dan zie ik jullie wanneer ik alles binnen heb. Het is een redelijk grote doos. Op de grote doos. Daar zitten de accessoires in. Laten we het unboxen. Ik krijg nog het kader binnen deze week. Maar ik kan gewoon echt niet wachten. En het moet gewoon uit de doos. Ik kan niet wachten. Dus laten we het openmaken. Echt super lekker. En ik vond de kleur heel erg mooi ook. The grounding one. We all need a good grounding. Hoe zit jij? Ik kreeg hem dus
ook al niet naar binnen getild. Hij was echt zo zwaar. Kom op. Misschien zo. Yes. Ik heb de poten. Oh, joh, zo mooi. Oeh. Oeh. Wauw. Wat een aanwinst. Kijk hoe cute kussentje. Oh my god. Geweldig. Heel mooi. Nu nog de poten. Oké, het is gelukt. En nu moet ik dus heel voorzichtig. Het is inmiddels de volgende dag. Het werd ineens heel erg donker. Ik ben echt verliefd op de stoel. Ik heb trouwens mijn kleed weggehaald. Hij was echt super, super vies. Ik kreeg hem maar niet schoon. Dus het is even zonder kleed. Ik kon er gewoon echt niet meer tegen. Hij is van wol, dus het was echt dramatisch om het schoon te krijgen. Nu is het wel erg leuk om mijn palmplant die daar staat. Die stond dus onder de trap. Ik heb hem eventjes naar voren gehaald. Om die dus links van de stoel te zetten. Ik dacht, dan heb je echt zo'n hoekje. Hier is het toch nog leeg. Dit is een vintage lamp die ik van mijn vader heb gekregen. Hij heeft hem echt al super, super lang. Volgens mij echt al 30 jaar of zo. Het is echt zo'n mooie lamp. Wellicht is het wel leuk met de kader die hier komt. Met natuurlijk de abstracte kunst erop. Ik had dus dit super mooie kussen besteld. Ik vond het heel erg leuk op de stoel. Alleen hij is dus een tikkeltje te groot. Daar heb ik niet helemaal over nagedacht. Dus het is op zich cute. Maar ik vind kleine ronde kussentje echt perfect passen. Dus deze ga ik boven op mijn bed doen. Zijn jullie klaar om dit te openen? Het moment van de waarheid. Wow. By the way, aan het einde van deze video heb ik echt een super, super leuke winactie voor jullie. Dus als je daar aan wil meedoen, kijk tot het einde. Hierin zit het kader wat ik heb besteld. Deze is trouwens niet van Meet. Ik heb een gouden lijst besteld. Want ik dacht, dat matcht perfect met de stoelpoten en met mijn bijzettafel. Alleen kijken waar het kader komt. En nu ben ik dus alleen. Dus ik kan ook niet zien of het zeg maar echt recht is. Ik mag helaas niet boren in de muren. Maar ik heb wel Tesa-plakkers. Dus die ga ik opplakken. Gelukkig is het kader ook echt super licht. Dus dat is echt heel fijn. Ik heb echt iemand nodig. Is dit nice? Ja. Nou. Hoi, daar gaan we. I'm scared. Kom op. We got this. Het gaat niet. I got it. Waar moet ik? Is hij scheef? Nee. Gooi, nee. Nee, hij is niet scheef. Are you sure? Nee. Hij kantelt iets meer, zeg maar links, met die klein tikkeltje naar beneden. Dat gaat niet. Is dit het zo? Ja. Als die stoel eronder zit, dan lijkt het niet meer zo hoog. Ja, wacht. Ik zet de stoel eronder. Ja. Mooi. Dat is wel gewoon leuk hoor. We just did that. Oh my god, wat heftig in deze kader. Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Oh my god, thank you so much. Zo cool. Echt zo fijn dat mijn buurmeisje even kwam helpen. Ik had het echt nooit alleen kunnen doen.
Ik heb de vintage lamp met de vrouw heb ik hier aan deze kant gezet. Ik ben echt zo blij en dankbaar voor dit. Het past echt zo mooi in mijn huis. Ik ben helemaal happy. Er komt nog een deel 2 van de made samenwerking. Ik wacht nog op een paar items. Dus die kunnen jullie binnenkort hier op mijn kanaal verwachten. Tijd voor de winactie. Ik mag deze poster, die hier nu in beeld komt, weggeven aan een kijker. Made heeft nu een nieuwe campagne. Home will soon be home again. De kaart was vol. Ik hou het spannend. Het enige wat je hoeft te doen om deze super mooie poster te winnen is de invulvraag beantwoorden in de reacties. En het gaat als volgt. Mijn huis in 3 woorden. Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw huis eruit ziet. Welke stijlen er zijn. Dus omschrijf je huis in 3 woorden. Hieronder in de reacties. Jullie hebben 1 week de tijd. En ik zal daarna de winnaar een reactie onder de reactie sturen. Dus heel veel succes. Ik wil Made echt heel erg bedanken voor deze samenwerking. Ik vond het echt mega leuk om dit ook te stylen. En ja, het is echt prachtig in mijn huis. Ik ben zo blij. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond. Doe een blauw duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan vooral eventjes. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer ik upload. Ik zie je volgende week in een nieuwe video.